De KRO presenteert. Toen was geluk heel gewoon. Met Gerard Cox. Jokke Bruis. En Sjoerd Plezier. Zij nemen u mee terug in de tijd. Toen geluk heel gewoon was. Of niet de stokvis, we zijn al laat. Zo tukken was je daar, joh. Ook goedemorgen, Kooijman. Dag, Nel. Bobette! Doet er maar een fles gele vla bij, Bob. Dat is het enige dat ik lust. Even niet, gele vla. Zeg, Bob, hij ziet er goed uit, die wagen van je. Heb je hem gewassen? Het zal een keertje tijd worden. Geverfd. Mooi. Ik ben nou helemaal fantastisch met de kwast. Ja. Zeg, Bob, doet mij 2 kannen melk en 24 eieren. Ik zet het wel voor je deur. Heel graag. 24 eieren? Ja. Ik ben de laatste tijd een beetje slapjes. Nee, dat is fijn. Goedemorgen, Nelly Kooijman. Goedemorgen, Bobbejaan. Gewone recept plus 1 vanille. Oh, heeft de baas dat besteld? In 1 keer goed. Neem een lekker bakkie. Ja, lekker. Jij schrijft het maar even voor, Bob. Voor jou altijd, Nel. Ik ga vanavond toch naar een mooie voorstelling kijken, Nel. In de Schouwburg? Nee, in de Kuip. Nou goed. Wat speelt er dan? De dood van de handelsreiziger. Gezellig. Nee, is echt prachtig. Johnny is van de week met een paar vrienden van ons naar de première geweest in Den Haag. Ze waren in de wolken. Nou, het lijkt me niet echt om te lachen. Hmm? Het is zware kost, Nel. Het is van die Arthur Miller, die Amerikaan. Oh, die van Marilyn Monroe. Daar was hij natuurlijk veel te oud voor, hè? Is hij mooi mee op de koffie gekomen. Denk jij dat er nog kaartjes zijn? Dat denk ik wel. Maar je moet wel opschieten, want het loopt storm. Ga ik gelijk bellen, vraag ik mijn moeder ook. Gaan we gezellig met z'n viertjes. Oh ja, Jaap ook natuurlijk. Nee, Johnny toch? Die hebben we toch al gezien? Wil die niet nog een keer dan? Ja, misschien wel. Nee, die moet vanavond naar de pedicure. Ja. En die man van jou? Nee, die moet kegelen, hè. En trouwens, die krijg je alleen naar de Schouwburg als Lou van Burgte speelt. Oh. Kom vanavond hier naartoe, dan gaan we met de DAF. Perfect. Kom ik om 6 uur halen, Nel. Neem ik Chinees mee. Lekker. Heb je hem al gezien dan? Deze niet. Oh? Nee, op de televisie. Met Richard Flink in de hoofdrol, een paar jaar geleden. Die schijnt ook prachtig geweest te zijn. Wij waren er kapot van. Ja, deze ook. Johnny zegt, die Ko van Dijk. Hij zegt, de tranen lopen over je wangen. Oh, heerlijk. Ik heb in geen tijd al meer lekker gehuild. Met die man van jou niet? Nou, bij Peyton Place heb ik het ook wel eens. Oh, Nel, dit is wel even een niveautje hoger, hoor. Ja, tuurlijk, dat begrijp ik wel. In die laatste scène, dan is hij dood. Dan zit zijn vrouw bij het graf en die zonen erachter. We zaten allemaal te snotteren. Het zal op jouw begrafenis heel anders wezen. Ik word niet begraven. Nee, jij gaat natuurlijk mee met het grof vuil. Ik word gecremeerd. Als ik het dan maar aan mag steken. Ja! Alles is geregeld, staat allemaal in de polis. De polis? Ja, ik ben natuurlijk verzekerd. Verzekerd? Ja, wij ook. Bij de RVS. Kost handenvol mijn geld. 2,85 in de maand. Hè? Ik heb hem afgesloten in 1932. Jonge. Mam, nou. Ja. Dus die arme verzekeringsmaatschappij zit straks weer met de brokken. Stokvis, waar blijf je? Papa is nog niet thuis. Hij is fijn. Krijgen we dat? Jacobus! Potje, even sjouwen. Even sjouwen? Ja, die ken ik nog niet in mijn eentje. Wat? Hij moet naar boven? Ja, als ik achterlijk ben. Doet er niet zo lullig, man. Het is kegelen vanavond. Nee, vanavond niet. Hé?
Kok legt erin. Kok? Heitje. Je koopt dit in handel. Oh? Ja, ik ken het niet in mijn eentje. Jongen. Wat mocht dat nou met die kist? Ja, naar boven. Zit er iemand in dan? Strakkies. Strakkies? Nee, ik leg het strakkies wel uit. Nou, helemaal naar boven, ja? Was toch handel? Oh. Dat noemt ze eigen een vriend. Tientje. Nou ken ik je weer. Moet eerst gebeurd wezen. Naar boven, dat ding. Ja! Voorzichtig. En dan zit die koffietafel er wel bij. Maar dat zijn alleen broodjes ham. Zegt Johnny van de week, als er nou een vegetariër bij zit, dan kan hij niks eten. Dus hij zegt misschien dat we dan broodjes kaas kunnen nemen. Dat zullen we smullen. Maar dat staat er in de polis. Kunnen we die weer openbreken? En dat kost dan weer handen vol geld? Ja. Kom dan maar, graaien. Wat krijgen we nou? Collega van mij. Collega van jou? We komen zo bij je. Is die dood dan? Nou, dat is de hoop, anders stikt die schiet. Jongens. Ze lopen met een lijk te zeulen. Wacht nou op, anders ben jij nummer twee. Nou, het was zo'n fijne gozer, Beb. Zo'n geweldige collega ook, jongen. Hij houdt echt alles voor zijn werk over. Hè? Ik bedoel, hij leefde echt voor de Rio. Trouwens, hij woonde er ook in. Ja, put 57. Had hij zijn eigen helemaal ingericht, weet je niet? Had hij een bankstelletje staan en een fornuisje en er staat een schemerlamp. Hij had echt alles voor elkaar, behalve hij was dus niet verzekerd. Van de rood heb niet? Maar hij werkte zwart, hè? Officieel bestond hij helemaal niet. Jo. Ja, Beb was de quasi-modo van de Rio. Ja. Ik heb hem zelf ook nooit in levende lijve aanschouwd. Nee. Hartstikke donker, toch? Je hoorde hem alleen maar. Jongen. Ja, en zo hoorde ik hem dus ook zijn laatste adem uitblazen. Geluk bij een ongeluk. Ja, en dan willen wij hem natuurlijk een eervolle begrafenis geven. Dus ik heb zijn spullen verkocht, bracht een tientje op, maar die kist, alleen al, die was al 57. Zo weinig? Tweedehandsie. Heb ik ook nog gecollecteerd onder de collega's, weer een tientje. Maar ja, daar moet het dus van. Geen broodjes, Ham. En dat zal niet meevallen. Want die begrafenis moet in het wit. Dat is de laatste wens. In het wit? Ja. Net als Wilhelmina. Wilhelmina? Koningin Wilhelmina. Ja, ik weet wel wie Wilhelmina is. Nou dan. Maar dat was de koningin. Ja, en Beb was de koning. Jongen. De gratie waarmee hij de stronschep hanteerde, echt ongeëvenaard. En hij wilde dus in het wit begraven worden. Ja, ja. Plus dat hij dus begraven wil worden op het terrein van Zwart-Wit 28. Dat kan toch niet? Onder de middenstip. Logisch. Ja, en daarom moet het dus ook morgenavond, want er wordt er niet gevoetbald. Zwart-wit 28 mensen, dat heb toch helemaal geen standing? Daar was Beb nou helemaal fan van. In plaats dat hij nou op het kasteel wil. En kom gelijk op hem daar. Een koning wil op het kasteel? Hij had een hekel aan Sparta. Of de Kuip. Een helemaal een fijn. Waar? Ja, door die Europa Cup, hè. Joh. Er waren die wedstrijden op de tv en er was rust. En er werd natuurlijk tegelijk massaal doorgetrokken. Ja? Nou, dus zat hij toch dat hero tussen de drollen. Schijn nou eens uit, Simon. Ja, hij woonde toch in de riool? En dat bankstelletje dan? Ja, hartstikke zeiknat natuurlijk. Oh. Lekker fris. Ja, ik heb er ook maar een tientje voor gekregen, hè? Voor de bankstel? Ja, en voor de fornuisie. Oh? En voor die staande schemerlamp. Deed hij het nog dan? Wie? Die lamp. Tuurlijk niet. Niet. Nee, anders had ik hem toch gezien. Wie? Beb. Beb? Toch? Tuurlijk. Ja. Hey, maar Sim, hoe wou je dat dan doen? Wat? Nou, je gaf dus een gat. Ja. Onder de middenstip. Ja? Dan kiepen we Web erin. Ja. We stampen de boel netjes aan. En schoon is mijn kunstgebied. Nou,
maar het blijft een bespottelijke onderneming. Het was een groot mens, Nel. Ja, dat zal wel. Hij was de Albert Einstein van de Rio. Ja, toch, Simon. Hij was de uitvinder van de strontschep. Echt waar? Ja, die dingen ga ik toch niet zitten te verzinnen, Nel? Nee? Die man is koud. Ah. Hé? En morgenavond bestellen we hem dus ter aarde. Hé, Jaap? Hé? Ja, doe toch mee? Allemaal voor dat ene tientje. En overdag kunnen de collega's boven dus afscheid van hem komen nemen. Gezellig. Ja, ja. Hij staat nou boven. En Nel, eigenlijk zou het veel beter zijn als hij beneden bij jou in de wasserette zou staan. Hè? Ja, hij wou toch in het wit? Ja, maar Simon, dat kan toch niet voor de klanten? Dan ga je toch gewoon een dagje dicht? Hallo. Nou, het was een hele goede gozer. Hij had een hart van goud. Ja, dat zal wel. Nelly Kooijman, als Beb Rodenburg er niet was geweest, had jij nou niet zo vrolijk door kunnen trekken. Maar Simon, zo'n dooi in de zaak. Hij zal echt nergens aan zitten, hoor. Dat is toch niet hygiënisch? Schij nou toch aan. Nou, luister, ik weet het goed gemaakt, ja? Ik maak er een hele mooie reportage van voor in de Bruin Rotterdam. Ik maak een foto dat die kist bij jou in de zaak staat, ja? Is voor jou ook reclame. Zou je denken? Nou, omdat het Beb is. Kaarsen bij Adrie. Ja, dat is goed. Oké, deksel eraf. Hé? Ja, ze moeten toch afscheid kunnen nemen? Legt hij er lekker vredig bij, hè? Ja, hij mot wel. Clark Gable was het niet. Nee, jij bent Doris D. Zo. Goed. Bob, waar wacht je op? Hé? Die kist moet toch ook wit? Nou, en? Jij was toch zo fantastisch met de kwast? Ja, dat is zo best, maar wij moeten aan de Koo van Dijk. Is het al zo laat? Opschieten. Anders is die handelsreiziger ook al dood. Goedenavond. Ja, dag. Die Koo is. Tientje. Moet eerst gebeurd wezen. Jongen. Het was een groot mens. Het was een groot mens. Voormuilen, even twee keer neer. Rekenen. Ho. Hier wordt niet gerookt. Buiten. Kinderwachten. Zo, je kopers. We waren de laatste. Die gasten die mag hier toch wel even een sigaretje roken? Beb had astma. Liep soms wekenlang te piepen. Ja, maar nou toch niet meer. Je weet me nooit. Ja. Ah, Bob. Ja. Dag jongen. Ja, schiet nou maar op.
Zo werd aan deze onverschrokken rioolpionier een laatste eerbetoon gebracht door enkele honderden vrienden en collega's. Hé? Wat? Honderden? Maakt er niet uit. Waren met z'n tienen? Met z'n elfen. Nou dan? Ja, je moet het een beetje aankleden. Aankleden? Ja, elf vrienden en collega's, dat is toch niks? Dat is toch alles wat er was? Maar dat weet je te lezen toch niet? Maar het moet toch waar wezen wat je schrijft? Kom je daar nou bij? Het moet toch waar wezen wat er in de krant staat? Jacobus, Jacobus, Jacobus. Niet dan? Wat is de grootste krant van Nederland? Het Vrij Volk? De Telegraaf. Ja, ja. En nadat de kist met het stoffelijk overschot van onze Beb in de kuil was neergelaten, was het Jaap Kooijman persoonlijk die met de stronschep van Beb het graf begon te dichten, waarin onze legendarische fecaliën-specialist zijn laatste rustplaats zou vinden. Simon O. Stokvis. Nou, het was al met al toch een waardige onderneming. Nico! Dag Nel. Kom verder. Ja, graag. Nico. Nico Tjo. Mag ik de heren van harte condoleren? Heel graag, Nico. Vooral jij, Stokvis. Het schijnt hier om een zeer gewaardeerde collega te zijn gegaan. Zeg dat, Nico. Het was de Ko van Dijk van de Rio. Ja, ja. Ik heb nog nooit zoveel volwassen kerels tegelijkertijd zien janken. Hé, Jaap? Allemaal. Honderden. Zo. Jaap ook. Nou. Tranen met tuiten. Terwijl, wat kende jij hem nou helemaal? Wie? Beb. Oh, Beb. Die kende jij toch helemaal niet? Alleen als dooie. En toch huilen. Nou. Dat kenmerkt de grote dooie, hè? Bijvoorbeeld Churchill, Marilyn Monroe, koningin Wilhelmina. Bijna niemand kende ze, maar toch iedereen in tranen. Allemaal heel ontroerend. Maar illegaal is het wel. Hé? De wet op de lijkbezorging verbiedt het ter aarde bestellen elders dan op de daartoe geëigende plaatsen. Wisten jullie dat niet? Dan ga ik het toch niet in de krant schrijven? Meekomen en opgraven die handel. Schei eens uit. En anders gaan jullie mee naar het bureau. Kom op, Jacobus. Tientje. Dat heb je toch al? Overwerk. Jongen, jongen, jongen. Ik heb nog maar een knaak. Tientje. Ik zeg het tegen Nico, hoor. Nou, kom op, het knaak. Het moet eerst gebeurd wezen. Jongen, 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 jongen. Suiker en melk, Nico. Hé? Nou ja, ik had toch ook geen broodjes ham? Simon. Kijk eens even. Beschuit. Beb. 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 Dat is een urn. Een urn? Met Beb. Een urn met Beb? Ik heb hem even laten cremeren. Jo. 10 minuutjes of zo, Piet. Zo gauw? Het was maar een klein ventje. Maar Simon, Jacobus, dat heb jou dan een hoop centen gekost. Volg mij, hoor. Hij was er niet verzekerd? Maar je schoonmoeder wel. Hé? Ja. Ik heb gewoon gezegd dat zij in die kist lag. Nou ken ik je weer, Simon. Goedenavond. Simon!
I see. Zeg net tegen Nel hier, ik zeg Hollanders en gele vla, twee handen op één buik. Zo is dat. Oh. Geloof je wel, hoor. Maar, waar ik voor kom. Schuit? Beb. Beb? Dat is een urn. Een urn? Met Beb. Een urn met Beb? Nou, Motti, verstrooid. Verstrooid? Beb. Was die professor? Hm? Verstrooid. Oh, nou, je zou Beb best... Ja, hoogleraar in de rioolkunde kennen noemen, ja. Ja. Maar Jaap, als jij nou over een half uurtje op de Putse straat bent... Ja. Mag jij het doen. Ik? Ja, ik moet toch dirigeren. Hé? Fecalia, toch? Fecalia? Het rioolkoor. Ja, ik weet wel wat Fecalia is. Nou. Wat moet er dan gezongen worden? Zwart en wit, dat zijn de kleuren. Zwart en wit, dat zijn de kleuren? Ja, zwart-wit, 28, clublied. Het moet nou toch niet gekker worden. Dus. Ik ga het vast inzingen met de jongens. Wacht. Je hebt die witte hoed nog, hè? Ja, maar ik krijg er een kraak van je. Wat eerst gebeurd, wezen. Jongen. Dan. De beschuit mocht er toch weer in? Ja, dat wist ik toch niet? Jongen.